Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Wij zijn onderweg naar Duitsland. Het vuurwerkverbod is natuurlijk vorige week aangekondigd. En nu gaan wij alsnog naar Duitsland om vuurwerk te halen. We blijven wel binnen de grenzen, dus het vuurwerk wat we daar halen, dat laten we ook daar voor oud en nieuw. Maar je kan dus, tot op heden, want er is nog geen vuurwerkverbod aangekondigd in Duitsland, je vuurwerk gewoon kopen in Duitsland en daar laten. Dus ook voor jullie de tip, mochten jullie gewoon willen stoken, kan je ook gewoon in oud en nieuw, gewoon een huisje boeken. Ga je daar gewoon lekker stoken. Wij gaan zo meteen naar Xpyro, dat is een soort van vuurwerkwinkel in Duitsland. We mogen daar ook de bunkers in, jongens. Die bunkers die zitten in de bossen. Er zit superveel vuurwerk, funken, allemaal gekke merken. Dus ik ben super hyped om daar even te gaan kijken. Jullie gaan het zo meteen zien. Hier zien jullie al, het sneeuwt hier zo. We zijn al richting de grens. En je ziet gelijk al sneeuw. Mooi sfeertje. Juist. Dus ik ben echt benieuwd, man. We gaan zo meteen even een goede kofferbak vol met vuurwerk ophalen. Fucking hyped. Voor ons gaat oud nieuw gewoon door. De compilatie komt eraan 1 januari. Maar we gaan snel even naar binnen. Wat te eten halen of zo, toch? Juist. Overal sneeuw hier zo. Ik weet niet, maar ik heb het gevoel als we richting Duitsland gaan dat er nog veel meer sneeuw te zien zal zijn. Het sneeuwt nog een klein beetje, jongens. Je ziet echt dat december echt begonnen is. Voor je het weet is het oud en nieuw. Over 12 minuten komen we bij die bunkers aan. Althans, we worden opgehaald op een parkeerplaats. En dan worden we naar die bunkers gereden. Ik ben super benieuwd hoe het daar eruit ziet. Als je een beetje Instagram mag geloven, dan hebben ze echt gigantisch veel bunkers met allemaal zieke compounds. Ook Nederlands vuurwerk, waaronder Vuurwerk Totaal, dacht ik. Geen idee. Vuurwerk Totaal, Zena, Leslie vuurwerk. Dus ik ben super benieuwd. De kans dat wij oud en nieuw dus vieren in Duitsland is echt 99,9% momenteel. Ja. Omdat dus het vuurwerkverbod er echt doorheen is. En waarschijnlijk dus ook een vervoersverbod. Je mag ook niet gaan rijden in Nederland met vuurwerk. En hoe het er nu naar uitziet, mag het in Duitsland dus wel. Het kan zijn dat het op hele korte termijn toch veranderd wordt. Dat je alsnog in Nederland of in Duitsland ook een verbod krijgt. Maar hoe het er nu naar uitziet, kunnen we gewoon bij de Lidl en de Aldi gewoon vuurwerk kopen. En om dan helemaal binnen de regeltjes te blijven, is het maar beter ook dat we dan hier ook oud en nieuw vieren. Kunnen we gewoon alles stressloos opstoken voor jullie. Overdag ook gewoon lekker stoken. We zijn nu aangekomen bij de bunkers. De hekken gaan even open. Het even geopend. We zijn dus opgehaald met een busje. Ja. Des zit voorin. Gezellig. Kijken wat ze zo meteen ons kunnen laten zien in die bunkers. Kijk, het lijkt wel echt oorlogsterrein, gek, niet normaal. Ah, moet je kijken, jongens. Oh, kijk dan, ja. Lekker. Ja, het ziet er ziek uit, hoor. Ik ben benieuwd wat we allemaal te zien krijgen. Kijk, daar van die gekke huisjes. Ja. Heel bunkerpark. Mooi. Ja, jongens, kijk die bunkers. Kijk, echt wel oorlogsbunkers. Do you know how old the bunkers are? 50 years? Oh, yeah. It's a big military airport here in 3 kilometers from here. Okay. So, check this one. This is a bunker. Yes. Kijk, jongens, allemaal vuurwerk, moet je kijken. Het zijn dus allemaal bunkers hier zo. Kijk die deur ook. Leip, hè? Meter dik wel, hoor. Ja, hier worden allemaal dingen klaargezet, jongens. Ik zie daar al pijlen. Ja, daar is zo los, ja. Dat zijn die funken. Ja, man. Salute gegeven. Oh, dat mocht niet. En dan gaan we zo meteen ook nog naar de tweede bunker, jongens. Die zit hiernaast. We zitten dus echt in de bossen hier. Allemaal bunkers en vuurwerkbunkers van andere winkels. En natuurlijk xpyro.de, daar zijn wij nu. Het is gewoon een Duitse shop. En daar kan je dus ook bestellen. Maar zoals ik al zei, kijk daarmee uit. Want dan zou je het hier moeten vieren. Best zit hier eventjes te kijken naar wat blokjes. Zie je er wat mooi bij? Ja, nou, dan zou je er nooit zien. Nooit zien. Super nou. Hier, deze nog een keer. Rollabiel. Oud en nieuw gaat hier gewoon door, jongens. Je ziet het. Juist. Geen gezeik zoals bij ons. Super nauwtjes. Alsof het niks is. Hier nog meer voeten. Ja. Ja.
gedaan, man. Die in de Noisy. Eerlijk? Ja, de Noisy is echt leuk, deze. Ecstasy of Gold. Oh ja, ja, echt bijna alles van Funk, man. Supernote 2, 1. Ja. Vet, hè? Alles vol hier, man. Ja. Niet normaal. En dan hebben ze nog een tweede bunker. Sterrenraketen. Hey. We lopen hier dus in de bossen eigenlijk. Nou. En hier, als je even één keer die kant op filmt, dat is dus een bunker. Echt een soort van oorlogsbunker waar ze dus alles los aan het zetten zijn. Ja, de bunker is ook 50 jaar oud al, hè, zeggen ze. Ja, meer dan 50 jaar, zei die toch? Ja, 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 klopt. Hij staat net in de auto. Maar besef ook even hoe groot die deur is, hè. En hoe, ja, hoe dik dat staal is ook, joh. Dat is niet normaal. Echt leuk. Maar... En daar is de tweede, zoals je die ziet. Ja, we gaan even naar de tweede bunker. Even kijken wat daar te zoeken is. Ja, dit is hem dus, jongens. Twee bunkers. Er zijn ook nog andere winkels die hier gevestigd zijn, toch? Alles onder de tent, omdat het een beetje aan het regenen is. Super. Laten we maar even gaan kijken. Ja. Zo. Knallers. Wauw. Is het echt veel. Hier, lufthuilers. Oh ja. Hier hebben ze dus nog wel, jongens. Klaasek zien we ook. Zie. Hier, die Cobra BP knallers. Ja. Dat is een goeie. Hier, Paro Union ook. Thunder Kings, joh, van Catan. Maddox, jongens. Normaal kopen ze in Nederland, maar... Cafferata. Kaftaap. Hier, Black Death. Dat zijn die nitraatjes met 5 gram, dacht ik. Oh ja, een Titanslag. Maar ik weet niet... Titanslag ook. Cobra 6BP. Hier. Een broodje. Wat een hoop vuurwerk hier in deze bunkers. Hier van Nico. Dat is een Duits merk. Je kent zo'n Volt collectie. Headwire. Ziek. Zullen ze die pijlopapel ook hebben? Denk je. Zo. Ziek. Ja, crackling shape box. Wat een ziek crack. Ja, man. 10 shots. Hier een ladder voor als je er niet bij kan. Een Volador Trueno pijlen. Waren die ziek? Ja. Ze hebben die Blasio Elio strijkers. Daar komen we dus net vandaan van die andere bunker. Echt ziek om te zien hoeveel je hier hebt. Veel van Funken. Zelfs dingen van Zena zagen we naar binnen. Vuurwerk totaal. Catan. Ja, dit is dus een winkel in Duitsland, zoals ik net ook al zei. Je hebt ook een webshop ervan. Maar ja, wij gaan hier dus heel veel halen. Laten we hier met Oud en Nieuw. En dan kunnen we met Oud en Nieuw met hun afsteken. Fucking ziek. Ja. Ze hebben namelijk mooie afsteeklocaties. En dan kunnen we met Oud en Nieuw in Duitsland gewoon stoken, legaal. Juist. Dus dat wordt echt super. We gaan sowieso die supernote nemen, denk ik. 2 en 1. Ja. Maar dat gaan jullie straks, denk ik, zien. Volle door Trueno. Ja, dat is echt ziek. Kijk hier, dit is volgens mij. Salutpijtjes. Voor mij is dit een bestelling van iemand. Ja. Zie je? P1, zijn strijkertjes. Kijk, je ziet daar een bestellijst van iemand. Allemaal bunkers. Al die heuvels zijn dus allemaal bunkers. Allemaal vuurwerk. Lekker colaatje erbij. Ja, echt heel droog. Weet je wat lauw zou zijn als je dat gewoon met Oud en Nieuw hier vandaan kon kopen, man? Gewoon uit de bunkers, gewoon hele rijen hier. Nee, gewoon hele rijen met mensen die je gewoon komen afhalen. Ja, dat zou wel echt zijn. Oh ja, deze hadden we inderdaad in Polen gezien, jongens. Wat zat er nou in? 5 gram. Maar hoe zit het dan met de regels in Duitsland, hè? Kijk, Klaasek hier. Wat? Triplex. Ja. Met xpyro.de is het natuurlijk zo dat je hier kan bestellen en de laatste 3 dagen van het jaar ophalen, net als in Nederland. Wij mogen samen met die man hier even naartoe. Maar het is dus enkel als je particulier bent mogelijk om de laatste 3 dagen van het jaar het af te halen hier in Duitsland. Als je KVK-papieren hebt, kan je dus al eerder. Dat is bijna met alle vuurwerkwinkels in Duitsland, ja, toch? Klopt, ja, man. Dat is wel echt leuk. Hopelijk dat het licht aangaat, want we hadden hier nog wat moois gezien. Gaat wel. Even kijken, hoor. Hier. Veel vaak naar geweest. Dit is er Cobra BP. Ja, dat zijn ze, hè? Ja, die moeten we even hebben. Hier, nog de normale. Ja, dat is die zilver versie, die wil ik ook. Ja. En deze... Dat is een mooi broodje. Had ik mee moeten nemen. Dit is A. China Buller A, denk ik. Ja. Categorie P1. Nou, deze wil ik. Funke Trueno nummer 1. Kijk hoe die eruit ziet. Ja, vast. Lachen. Echt leuk. Mini cobraatjes. Is ook niet met een pakking aan de voorkant. Die draadjes. Oh, wat is dit dan? Honey Badger. P1 denk ik, hè? Dat is P1, man. Als het goed is. En zou die nog deze
Gast. Lau? Kijk dan. Oh ja, dat is Polen. Kijk deze. F2. F3. Ja mensen, op dit moment zijn we weer in de auto. We zijn die auto even aan het opladen, want sinds kort heb ik dus een elektrische auto. En dat heeft voordelen, maar ook echt nadelen, man. Het duurt ongeveer een half uurtje of zo, voordat die auto weer vol is. Maar we zijn dus nu weer over de grens. Vuurwerk wat we hebben gehaald, hebben we daar gelaten. Gaan jullie binnenkort met de shopvideo, of althans rond oud en nieuw, gaan jullie alles zien. In ieder geval was het wel een zieke shop, hè? Oh ja man. Was wel een fysieke shop hè? Ja. Echt jongens, alles van Funke daar zo. Volt, dus ook gewoon Nederlands vuurwerk. Ze hadden dus twee bunkers en voor de rest waren er dus ook winkels met dingen, hè? Munitie en zo, zei hij. Nou, daar ligt springstof en zo. Dus Semtex kan daar liggen, buskruid, flash, van alles voor munitie gerelateerde dingen. Klopt. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden jongens. December is begonnen, dus voor nu iedere dag een video om 4 uur. Er komen Tsjechië vlogs aan, we hebben heel veel vlogs opgenomen. Ik denk dat het een stuk of 10 video's zijn uit Tsjechië. Dus de komende tijd gaan jullie het zien. Druk op het belletje hier beneden, want ik merk dat soms de video's niet in de subbox verschijnen. En dat is erg zonde. Dus druk op het belletje. Morgen om 4 uur zijn we er gewoon weer met een nieuwe video. Want het is december en dan zijn we altijd dagelijks live. Thanks voor het kijken. Ik zie jullie morgen om 4 uur. Ciao.